Sorry. Oké. Ik ben Lonneke en vandaag ben ik in Deventer waar ik een dagje ga meedraaien als interstudent. Volgens mij betekent dat dat ik vandaag iemand aan de juiste baan ga helpen. Sorry. Volgens mij moet ik bij jou zijn. Klopt, ik ben Vivian. Hi. Hi. Hey, jij bent interstudent, begreep ik. Ik ga vandaag een dagje met jou meedraaien. Gezellig. Wat mag ik voor jou gaan doen? Waar gaan we mee beginnen? Nou, we hebben een hele leuke opdracht voor jou. Okay. We hebben namelijk een vacature binnengekregen. Ja. En we hebben al heel veel reacties gekregen van het weekend. En jij mag bepalen welke kandidaat jij nou zou voorstellen op deze vacature. Het is eigenlijk een soort Tinder voor banen. Swipe naar rechts. Swipe naar links. Lonneke, heb jij tijd voor de weekstart? Vrij zou ik die niet maken. Ja. Vivian, ik heb deze dame gekozen. Ze heeft de talenkennis, computerervaring die ze moet hebben. Nou, ik ben heel enthousiast over je keuze. Maar dan moeten we helaas ook de kandidaten die het niet zijn gehoord het slechte nieuws vertellen. Hi, ik belde je eventjes, want u had gesolliciteerd voor een vacature bij ons. Ik moet helaas vertellen dat je niet door de eerste selectie bent gekomen. Als we iets vinden wat beter bij je past, dan ga ik je zeker bellen. Wij gaan even blitzen. Dus ik loop gewoon naar binnen. Ja. Ik weet niet wat ik moet zeggen dan. Ik ben Lonneke. En ik kwam hier eigenlijk even binnen om even te kijken van zoeken jullie misschien nog mensen. Laat jij dan ook altijd nog een kaartje achter? Ja. Alsjeblieft. Doei doei. Mijn dag als incident zit erop. Ik had verwacht dat het echt een kantoorbaan was, maar dat is niet zo, want wij zijn lekker op pad geweest om te blitzen. Hoe vond jij het gaan? Ja, ik vond het hartstikke leuk. En je hebt ook nog de opdracht goed voltooid, dus dat was helemaal goed. Ik heb iemand een baan bezorgd. Als interstudent moet je veelzijdig zijn natuurlijk, communicatief vaardig, want je hebt veel contact met klanten die je moet adviseren. Mm-hmm. Plannen, organiseren, ook belangrijk. Ja. En volgens mij is het verder netwerken. Klopt. Gaan we lunchen, yes.